Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag een filmpje maken over hoe je een verzoekkettingzaag weer kunt starten zonder gereedschap. Ik zie het heel vaak. Gisteren was ik aan het motorrijden naar Denne en toen stopte ik bij iemand die aan het zagen was. Daarna wilde hij door gaan zagen en hij zette de choke erop toen de motor warm was. Daarna wilde de zaag helemaal niet meer starten en toen kwam ik op het idee om dit filmpje te maken. Er is geen goed mengsel tussen lucht en brandstof. Dus er is eigenlijk gewoon veel te veel brandstof en te weinig lucht, waardoor de bougie eigenlijk nat wordt. Of vet slaat, zeggen ze ook wel eens. En daardoor start hij niet meer. Ik zat er ook aan te denken, hoe kunnen we dat nou simuleren, die situatie? Ik heb hier een koude kettingzaag. Wat ik ga doen is even de bougie eruit halen. En dan gieten we hem vol met benzine. Meer verzopen dan dat kan hij nooit raken, dacht ik zo. Zo, de bougiegat mooi omhoog staat. Een klein trechtertje erin. En dan gieten we eigenlijk een onmogelijke hoeveelheid benzine in de cilinder. Het zal met verzuipen nooit in de cilinder gebeuren. Maar voor de testopstelling is het wel geschikt. Dan een kapje erop. De cilinder zit denk ik voor 80% vol met benzine. En nu ga ik kijken hoe je hem kan starten zonder dat je gereedschap bij hebt. Je zet je knie erop, kettingrem erop, het gas vol lopen, ontsteking op aan, op 1. En dan gaan we gewoon trekken totdat hij loopt. En net zag je dat ik, toen ik mijn knie erop had staan en ik wilde toe te trekken, dat de kettingzaag wegschoot. Nou, in de praktijk zul je daar geen last van hebben, want het komt puur door dat ik de cilinder heb volgegoten met benzine en dan krijg je eigenlijk gewoon ja, een soort vacuüm, of in ieder geval die zuiger kan niet omhoog. In de praktijk zul je daar geen last van hebben. Een van de meest voorkomende redenen dat je kettingzaag verzuipt, of je bosmaaier, of hekkenschaar, whatever. Je bent bijvoorbeeld aan het zagen en je zet hem voor 2 minuten, de motor is warm, maar voor 2 minuten zet je hem ergens neer. En je gaat hem weer starten en je gebruikt dan je choke, of je zet per ongeluk de choke erop. Dus te veel choke zorgt ervoor dat je kettingzaag gewoon verzuipt. Dan krijg je te veel benzine in je cilinder, de bougie slaat vet en hij start niet meer. Ben voorzichtig, zet wel altijd de kettingrem erop en je knieën goed opdrukken zodat de zaag niet wegschiet. En bedankt voor het kijken en tot de volgende video.